Hey, Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender Training Video nummer 7. We zitten eigenlijk in een soort van drie luikje over uh, verplaatsen, draaien en schalen. Oftewel transformeren. En met deze video nummer 7 gaan we eens even kijken naar draaien. En dat kan op twee manieren en nog een eentje extra. Dus blijf kijken, ontdek ze allemaal. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar nou zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Maar voordat we het over het draaien gaan hebben, moeten we het eerst eventjes hebben over origin point, oftewel beginpunt. En dat is zo'n oranje puntje wat elk object in Blender heeft. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat is het punt waarom zo'n object heen draait en schaalt. En schaalt is voor de volgende video. Dus ik dacht hier bij deze video van draaien, goed moment om het eventjes te hebben over dat puntje hier. En elk object in Blender heeft dat. Kijk, hier is de zee en hier vind je datzelfde origin punt van deze zee. En dat punt is best wel belangrijk, niet alleen om draaien en schalen, maar ook om andere dingen. En ik zat bijna nog te denken, ga ik nou een aparte video maken over origin punt? En nee, 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 ik stop het gewoon bij deze van draaien. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat het origin punt ook op een andere plek kan staan. Kijk, heb je gewoon de boot geselecteerd en in de vorige video heb je gezien dat je die kan verplaatsen en dan zie je zien dat het origin punt ook gewoon mee verplaatst maar dan hoeft het dus niet altijd zo te zijn. Je kan dat object ook nee het origin punt ook verplaatsen. Hier rechtsboven vind je bij options een heel klein minuutje en hier vind je transform effect only origin. En als ik dat aanvink, dan zie je dat die uh, widget ontstaat hier bij dat origin punt met van die dunne lijntjes met x y z. En um, wat je dan kan doen is met g kan ik het origin-punt ergens buiten de boot neerzetten. <laughs> en dan zit het origin-punt opeens daar. En dan zet ik gauw eventjes options, effect-only origin's weer uit. En dan zie je zien dat dat uh, origin-punt dus opeens helemaal buiten de boot zit. En als ik dan ga draaien, dan zul je zien dat hij daar omheen draait. Nou, um, dat origin-punt kun je ook heel makkelijk weer terugzetten. En dat doe je door het objectmenu hierboven aan. En dan staat hier set origin. En dan vind je hier een aantal opties. Geometry to origin, origin to geometry en nog drie andere die later wel een keertje voorbij komen. Nou, eventjes. Je kan nu met je muis naar object. Maar je kan ook op de boot klikken. En dan met de rechtsklik krijg je eigenlijk datzelfde menu. Dan krijg je het object-contextmenu. Dus dit menu is hetzelfde menu als... Dit menu na, nou, hier zitten wat meer dingen, anyways. Um, wat je hier ook ziet, is dus ook set origin, en een van de dingen is geometry to origin, dat betekent de geometry, dat is dus die boot en die snapt dan op het T een stukje opzij naar dat origin-punt toe. Met Ctrl-Z kan je de boel altijd ook alweer ongedaan maken, net zoals in elke softwareprogramma zo ongeveer. Wat je ook kan doen is set origin is origin to geometry. En dan verplaatst het origin dus van hier weer terug naar de boot. Nou, voor nu is het meer dan genoeg om te weten dat dus elk object zijn origin punt heeft. En dat je die kan verplaatsen. En dat je dus met uh, object set transform weer terug kan zetten naar de midden van het object. right, terug naar het lijstje. Want we gaan het eens hebben over het draaien. Manier nummer 1. En dat heeft alles te maken met de toets R. De R van rotate. Rotate. In goed Engels, rotate. En als ik op R druk, dan zul je zien dat de... Ik selecteer natuurlijk je object wat je wil draaien en drukt op R. En dan zie je zien dat deze dus draait. Om het origin-punt heen. Kijk, dus als ik hem ergens anders neerzet, je zag het net ook al eventjes, ik zal heel snel eventjes de origin-punten weer buiten zetten, dan draait hij dus daar omheen. Dus dat origin-punt is dus wel heel erg belangrijk. Object, set origin, to origin, geometry. gauw weer terug. Wat valt er nog meer te zeggen over R? Nou, net als in de vorige video, je kan ook draaien over een bepaalde as. En dan moet je dat combineren, dus met een as in toetsen. Bijvoorbeeld druk je op R en dan X en dan draait hij alleen over de X-as. Of RI, ik wil het bewijzen dat het echt zo is, alleen over de I-as. En over r z, gaat hij alleen over de Z-as. En net zoals bij uh, vastpakken met G, als je dus op R drukt, dan zit hij dus uh, vast aan je muis. Je muis beweegt, uh, niet, of ik druk geen enkele knop in, ik beweeg gewoon een beetje mijn muis. En met links klikken, dus de positie bevestigen. En stel je voor, je draait hem. En dan kan je met rechts klikken die. Uh, Beweging ongedaan maken. En een hele leuke is twee keer op R drukken. Als je twee keer kort achter elkaar op R drukt, dan krijg je een trackball. Nou ja, je ziet wat er gebeurt. Hij kan vrij bewegen over meerdere assen en zo. Dus dat kan ook heel erg handig zijn. Soms gaat hij ook gelijk alle kanten op. Maar soms is het ook verrekte handig om snel op een bepaalde manier te draaien. Door dus twee keer snel achter elkaar op R te drukken. Super handig! En dan draaien manier nummer twee met de widget. En net als bij de vorige video over uh, verplaatsen heb je ook een widget. die vind je in het T-menu zo hier aan de linkerkant van de 3D viewport. En waar is dan die te vinden die van draaien? Nou dit was die van verplaatsen en hier is die van schalen. En als je die actief maakt en je uh, selecteert je object dan komt dus de draai widget tevoorschijn. En als ik gewoon ergens gewoon random ergens links klik en sleep. Dan krijg ik al gelijk die trackball functie waar ik het net over had. Maar je kan ook gewoon links klikken en sleep over een bepaalde as. Dus zo de X-as. En zo de I-as en zo de Z-as Dus het is wel een handige, handige widget zeg maar Maar die kan je heel makkelijk switchen tussen de trackball Of verplaatsen over een bepaalde as Dus uh, ja, kijk maar wat je fijn vindt Gewoon de toets met R en dan X, Y, Z Of ga jij voor de widget hier in het T-menu Mag je lekker zelf weten Tijd voor de doelopdracht Zet de pakjesboot op op de golf en daarvoor moet je hem verplaatsen en draaien. Dus uh, daar gaan we maar eens eventjes doen. Ik heb hier uh, de boot en die selecteer ik en die ga ik dus op die golf zetten. Maar zoals je ook in de vorige video hebt gezien, je moet het eerst vanuit drie kanten minimaal bekijken om te checken of hij op de goede plek terechtkomt. En trouwens, in een volgende video ga ik ook vertellen over het snapmenu menu en dan kan je in één keer naartoe snappen. Maar dat zie je dan wel weer. Hè? Dus alles gewoon rustig aan, stap voor stap. Van boven bekijken, NumPad 7. En met G kan ik hem verplaatsen en zet ik hem hier op de Golf. En trouwens, als je het fijner vindt om die widgets te gebruiken uit het T-menu, helemaal prima. Maar ik ben gewoon heel erg gewend om de G en R toetsen en X, Z en zo te gebruiken. Dus dat doe ik dan ook gewoon maar gewoon. En um, um, ja, staat hij nou naar bovenop? Nou, hij zit er nog een beetje te veel in. Dus ik ga ook eens eventjes kijken van numpad 3, dus oftewel van de right van de rechterkant. En dan kan ik hem met G weer een klein beetje verplaatsen. En zet ik hem zo op de golf. Maar goed, hij is nog niet echt uh, lekker gedraaid, toch? Nu, dus ik ga hem even draaien. En dat kan natuurlijk met twee keer R. Kan ik hem dus alle kanten opdraaien. Maar ik ga er een beetje meer controle over uitoefenen. Dus ik ga hem even draaien over alleen de z-as. En als ik hem over de z-as draai, zo. Nou, dan vind ik eigenlijk dat hij wel weer een beetje... Um, naar de zijkant moet. Ik druk net druk op numpad 1. Front orthographic. En dan zet ik hem zo hier een beetje op de golf. Kijk nog eventjes van boven. Numpad 7. En dan eventjes vanaf 4. Nou, zit hij er zo goed op? Nou, het is niet echt een goed of fout. Gewoon wat jij leuk vindt. Misschien nog een beetje naar beneden. GZ. Dan zit hij er net een klein beetje meer in. En dan hangt hij net aan de zijkant van. Oh, hij valt er bijna uit. Oh, help, help, help. Hadzee, klatzee, kladzee, clarioom. De boot staat op. De golf met verplaatsen en draaien, dus een klein doelopdrachtje, maar doe dat wel. Dat wil ik je echt aanmoedigen? Hoe klein of hoe groot ik de doelopdracht ook heb verzonnen, doe ze echt want daarmee krijg jij de basis van blender echt in je vingers. En als je alles niet kan onthouden, wat ik allemaal zeg in de video, check het blende boek, want daar staat het allemaal in. Dan hoef je niet deze video terug te zoeken en te kijken. alright op naar de volgende, de laatste. Transformatie-ding, oftewel schalen oftewel vergroten. Ik zie je daar. Maak iets.